Ik had iedereen verwacht, behalve jou, Michiel van Eijden. Hoor ik vaker. Als je kijkt naar afgelopen seizoen, toch niet altijd voor ingereden. Ik heb vorige week in Hoogrijden al wel laten zien dat, dat de vorm goed is. En, ik wist gewoon dat dit parcours vandaag voor mij perfect was. En, ik heb daar ook veel op getraind op losse zand. En, het kwam vandaag gewoon goed uit. Dus, Michiel van Eijden uit Drunen. Ja, Drunense Duinen. 1-1 is 2. Nou ja, de Drunense Duin is veel van dit soort werk. Dus ik denk dat ik wat dat betreft wel een voorsprong had vandaag. En in het zand rijd ik gewoon heel graag. En er komt gewoon veel techniek aan. En dat doe ik gewoon graag. En daarom ging het denk ik ook zo goed vandaag. Dan zie je hoe goed Hoogrijden ging vorige week. Weet je dat je in vorm bent? Heb je bevestiging voor jezelf? Met welke insteek kwam je hier? Het was lastig. Vorige week werd ik natuurlijk al derde. Dus ik had stiekem toch wel gehoopt op het podium. Maar er waren natuurlijk heel veel jongens die op het podium konden rijden. En een top 5 klassering was ik ook blij mee geweest. Maar op een gegeven moment zag ik gewoon dat het podium erin zat. En toen heb ik gewoon alles gegeven. En derde was het hoogste haalbare vandaag. Maar ik ben zeker tevreden daarmee. Ja, vertel eens over je race. Je dicht het gaatje na de eerste twee. En dan... Ja, dan is alles nog mogelijk, hè? Ja, ik kwam eerst bij Teunissen en toen had ik heel even met hem overlegd. En hij zei dat hij toen iets minder zat en ik voelde me toen nog goed. En ik kon eigenlijk zo vrij makkelijk van de groepje wegrijden. En ik dacht eigenlijk dat Lars verder weg was. Maar op een gegeven moment zag ik ze toch rijden in de verte. En dat gaf wel motivatie om daar naartoe te rijden. Dan ga je die laatste ronde in. Alle kleuren zijn nog mogelijk. En dan wordt er door jou met Lars van aangesproken. Wat zeg je dan? Ja, ik vroeg eigenlijk even aan Lars hoe die nog zat. Op zo'n moment kun je toch niet altijd zien hoe iemand zit. Maar hij zei dat hij zijn eigen nog fris voelde. En ik ook. En daar hebben we het gewoon even over gehad. Want stel dat Lars kapot zat of ik, dan kun je misschien nog iets betekenen voor elkaar. Maar we hebben gewoon gezegd, we zijn allebei nog fris en we gaan gewoon voor die overwinning. En een van ons twee moet het gewoon worden. En ik denk als je naar het seizoen kijkt, dan is Lars natuurlijk de verdiende winnaar. En dat is mooi dat het zo eindigt. Het was een hectisch rondje, duwen trekken op het randje, maar wel pure reclame voor het veldrijden. Ja, klopt. Die ene laatste zandstrook, Rewitsch is eigenlijk nog vast in het zand en ik probeerde daar nog voorbij te komen. Maar hij liet het toch niet gebeuren en dat was jammer, want als ik er daar voorbij had kunnen komen, dan hadden we nog misschien wel iets moois kunnen doen. Maar zo was het ook goed afgelopen dus. En dan te bedenken dat je mountainbiker bent. Ja, zeker. Maar dat is op dit rondje denk ik zeker geen nadeel. En ik denk dat ik daardoor ook wel zo ver ben gekomen. Verandert niks in jouw toekomstbeeld? Mountainbiken is je toekomst? Zoals je ziet in het veldrijden kan ik ook ver komen. En ik zal moeten beslissen wat uiteindelijk het hoofddoel wordt. En tot nu toe kan ik nog alle kanten op.